Hallo YouTubers, Josje Hanning van Future Morphs hier. Het is weer eventjes geleden, maar ik ben weer terug in jullie levens. Een tijdje geen video's gemaakt, ik wist niet goed waarover. En, ik heb al iets van 100 video's gemaakt, dus op een gegeven moment zijn de onderwerpen een beetje op. Maar deze tijd van het jaar kreeg ik weer een aantal berichtjes van verschillende mensen over het wel of niet in winterrust doen van je rode rattenslangen. Dus, goede vraag natuurlijk, de meningen zijn erover verdeeld, maar ik wou in deze video in ieder geval laten weten wat mijn idee erover is, hoe ik het doe en wat er nog eventueel nog meer mogelijkheden zijn. Om het maar kort en krachtig te houden, ik doe mijn rode rattenslangen niet in een echte winterrust. Sowieso zit er verschil tussen winterrust en winterslaap. Wordt ook nog wel eens door elkaar gehaald. Winterslaap doen eigenlijk reptielen niet echt. Voor zover we aanhouden tenminste. Winterrust is, hè, ze blijven wel een soort van wakker, maar wel heel erg inactief, zeg maar. Dus ik praat liefst over winterrust altijd. Rode rattenslangen komen uit Noord-Amerika. Er zitten echt wel gebieden bij waar het behoorlijk koud kan worden. Dus ik denk wel dat rode rattenslangen best wel lage temperaturen kunnen hebben. Sommige mensen zeggen van, nou, dat moet je doen om de kweek te stimuleren. Mijn ervaring is dat rode rattenslangen super goed kweken in gewoon een constante temperatuur. Dan moet ik wel zeggen dat mijn slangenkamer in de winter altijd ietsje afkoelt. In de zomer is de omgevingstemperatuur echt wel 6, 27 graden, soms 28 graden. Dat is dan ook echt de minimumtemperatuur. En dan hebben ze een iets warmer hotspot van de graad of 30. In de wintermaanden laat ik die hotspot gewoon op 30 graden staan. Dus dat is het hele jaar door hetzelfde. Ook 12 uur per dag aan, 12 uur per dag uit. Er verandert allemaal niks aan. Alleen de omgevingstemperatuur daalt ietsje. En ik denk in de koudste periode kan het 's nachts een graad of 22 worden op mijn slangenkamer. En overdag zal het dan een graad of 24 zijn. Dus dat zijn dan de minimum temperaturen in de wintermaanden, zeg maar. Ik voer in de winter, omdat ik mijn dieren warm hou, ook gewoon door. Je merkt wel dat sommige slangen ietsje minder zullen eten, minder fel zijn, wat dan ook. Maar als je gewoon normaal formaat prooien blijft voeren, kunnen ze die gewoon goed verteren. Want ze hebben nog altijd die hotspot van 30 graden waar ze naartoe kunnen. Dus als je ze warm houdt, kun je ze ook rustig doorvoeren. Als je je dieren wel meer afkoelt, dan is dat niet per se erg. Maar dan worden ze dus inactief. Kunnen ze ook de prooien niet meer goed verteren. Dus zul je of niet meer moeten voeren, of echt hele kleine prooien. Omdat ze het anders gewoon niet kwijt kunnen en eventueel uit gaan braken. Verder vind ik zelf een nadeel eventueel van een winterrust houden is dat door koude temperaturen worden bij reptielen wordt de weerstand minder. Hoeft helemaal niet erg te zijn, kunnen ze goed hebben. Maar stel nou, je dier heeft al iets onder de leden, een parasiet, een virus, een bacterie, noem maar op. En je gaat ze afkoelen in de winter, dan kan het natuurlijk zijn dat die de overhand krijgen. En het komt gewoon voor dat dieren sterven in de winterrust, omdat ze iets hebben wat we misschien van tevoren niet wisten. Dus dat is voor mij ook al een reden om te zeggen, nou, doe het niet. Zeker omdat het niet per se nodig is. Aziatische rattenslang is weer een heel ander verhaal. Die moet je eigenlijk wel in winterrust doen, maar daar gaan we het nou maar niet over hebben. Mochten er daar nog heel veel mensen vragen over hebben, maken we daar gewoon een deel 2 video van. Verder, ja, ik zeg altijd mijn dieren, maar zowel mijn mannen en mijn vrouwen, zelfde temperaturen, zelfde voerschema. In de winter dan ietsje minder misschien, of iets minder grote prooi, of iets minder vaak. Maar ze blijven gewoon door eten. In het voorjaar, als het weer wat warmer wordt, dan voer ik echt wat steviger door. Ook geen overdreven grote prooien, maar dan krijgen gewoon sowieso de vrouwen en de mannen eigenlijk ook gewoon echt elke week een sowieso een volwassen muis. En soms nog een springer erbij als ik die over heb of zo. Om ze even iets meer massa te geven, zo vlak voor de kweek. En dan hebben ze die winter dus eigenlijk helemaal niet nodig. En nou ja, ik kweek niet met al mijn dieren altijd. Als ik bijvoorbeeld 25 vrouwen inzet voor de kweek, dan zijn er misschien 2 of 1 die niet kweken. Maar voor de rest denk ik dat ik het aardig onder de knie heb hoe het werkt met kweken. Dat is mijn manier hoe ik het doe. Mochten jullie er nog vragen over hebben, dan laat het weten. En dan maken we daar misschien nog een nieuwe video van. Of ik stuur je natuurlijk gewoon een berichtje terug met simpele antwoorden. Dankjewel en tot de volgende keer. Hopelijk wat sneller, dat jullie geen maanden weer hoeven te wachten op mij. En we houden contact via Facebook natuurlijk.